Nou, ik zit dus bij een van de Nederlanders die dit mag testen. En ik vind het super tof. Kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Nino en ik ga jullie wat uitleggen over mijn operatie die ik laatst heb gehad. Veel jullie die dat kijken, kijken waarschijnlijk via mijn YouTube kanaal en anderen die kijken via AccuCheck of levenmetdiabetes.nl. Want ik heb een mailtje gekregen van iemand die dat ook graag daar op zou willen delen. Tenminste, mijn video daarop zou willen delen, zodat andere mensen er ook vanaf weten. Maar daar verder niet op ingaan, want daar hebben we het niet over. We hebben het over, ja, het ziet er nu niet. We hebben het over dit. Dit kastje kan mijn suikerwaarde meten. Hoe ik dat dan kan zien, is via mijn telefoon. Hij werkt nu niet, maar hoe het eruit ziet, is dit. Hier kan ik precies mijn suikerwaarde zien van de hele 24 uur. Hij staat nou niet aan omdat de sensor er niet op zit, maar die ga ik er nu even op doen. Nadat ik jullie heb laten zien, want ja, wat is het natuurlijk? In mijn huid zit een sensor die mijn suikerwaarde meet. En hoe is dat ingegaan met een sneetje? Zoals je kan zien, hier is dus nog een litteken. En hier zit de sensor. Ik kan hem voelen. Heel apart. Nou, nu ga ik even die sensor erop doen. Daar heb ik mijn mobiel bij nodig. Kijk, hier kan ik zien. Laatste lijn staat een kruisje. Dat betekent dat er niks is verbonden. Dat klopt. We hebben hier een pleister. Staat heel simpel op 1, 2 en 3. Dus we halen plakketje 1 eraf. Daar plakken we het kastje op. Goed stevig aandrukken. Dat hij wel blijft plakken. Dan de 2 eraf. En dan is het kwestie van deze erop doen. En dan kijk ik even naast me naar de app. Kijk, nu zit het goed. Hoe kan ik dat zien? Uitstekend. Die andere 2 eraf. Goed aandrukken. Zodat het blijft plakken. En zo ziet het er dan uit. Dus ja, hij zit er nu op. En dat kastje blijft er altijd op zitten. Hij is niet waterdicht. Dus hier zit een aansluiting om op te laden. Dus elke avond moet je hem een keertje opladen. Maar hoe ik hierbij ben gekomen is via mijn internist. Ja, we waren met een verhaal bezig over proefkonijn, weet ik veel wat. Heel erg leuk, dit en dat. En toen kwam zij er ineens mee van ja, er zijn vragen naar proefpersonen voor de Eversense, wat dit is. En ik zei van ja, is goed, schrijf me maar in. Laat me weten. Een paar weken terug werd ik gebeld van yo, kan jij volgende week donderdag komen voor de Eversense operatie en zo. Ik dacht van, dat te snel, maar ga je gang. En mijn moeder heeft toen gefilmd met mijn camera, dus ik heb de beelden van. Als je niet tegen bloed kan, tegen naalden en wat dan ook, raad ik het af om te kijken. En zo niet, wil je het dus zien, dan zeg ik van, ga kijken, succes. Jouw keuze. Ik heb het zelf ook nog wel teruggekeken. Het is apart. Tijdens de operatie, ik vond het ook best apart. Omdat ze toch een sneetje erin maken, het was wel verdoofd natuurlijk. Ja, ze moeten ruimte maken onder mijn huid om die capsule erin te doen. Die capsule is super klein, ik laat wel even een foto zien, daar zit die in een klein potje. Maar die is echt super klein, dus bij net iets groter dan een rijstkorrel als het ware. Daarmee vergelijken ze het. Ik haal hiermee echt
super erg mijn voordeel uit. Vingerprikken, om je bloedsuiker te meten. Ja, moet nu nog wel. 'S Ochtends en 's avonds om hem te kalibreren. Stel je zit te laag of te hoog, moet je ook nog wel even kijken van, klopt die wel? Wat ook het voordeel is van dit ding, hij gaat trillen wanneer er een melding is. Stel ik zit te hoog met mijn suikerwaarde, dan geeft hij een bepaalde trilvolgorde aan. Te hoog is 1 keer lang en 2 keer kort. En het apparaat gaat dan trillen en dat voel je dan. Op je mobiel krijg je een melding. Net zoals als je suiker te laag zit, geeft hij 3 keer kort een tril en dat 3 keer achter elkaar. Dus wanneer je die trillingen krijgt, ga je automatisch op je mobiel kijken van, wat is er aan de hand? Dat is vooral een voordeel voor mij, want ik ben in het weekend de hele zaterdag aan het werk van 8 tot 6 en 's avonds nog achter de bar. En dan heb je niet tijd om telkens in je vinger te gaan prikken om te gaan kijken van wat is mijn suiker. Maar dan heb je gewoon dat apparaatje en die gaat op een gegeven moment gaat die trillen en dan merk je wel van oh, mijn suiker is te laag. Super handig. Ja, gewoon super handig. Als het ware. Ik weet niet, ik kan er verder niks op zeggen. Mijn ervaring met de Eversense tot nu toe. Eerst was het even knooien van hoe het werkte. Naarmate van tijd, ik vind het super fijn. Want je kan eigenlijk 24/7 met gemak je suiker in de gaten houden. En je weet precies hoe je suiker was, 's nachts, de hele dag door. In die app kan je ook alles zien. Je kan zien of je suiker aan het stijgen is of het aan het dalen is. Kijk, zo wordt het nu aangegeven. Rechte lijn, 13,2, beetje aan de hoge kant. Maar dat is gewoon super fijn. Want als je uitgaat en zo, dan je hoeft niet telkens je vinger prikken en je hoeft niet alles mee te nemen. Het enige wat je meeneemt is je telefoon sowieso. Om te kunnen kijken van, is mijn suiker goed? Als je uitgaat wil je niet je hele broekzak vol zitten met alles en dat soort dingen. Dat is lastig. Dus voor mij is het vooruitgang. Er is helaas een test voor 90 dagen en dan gaan ze kijken of stoppen of... Ja, dat weet ik nog niet. Voor de mensen die zich nu afvragen van wat gaat dit kosten, daar weet ik niks van af. Dit is echt een proef voor in het ziekenhuis om te laten zien van hier kunnen wij diabetespatiënten ons voordeel uithalen. Want dit gaat er waarschijnlijk voor zorgen dat wij minder hypo's, minder hypers kunnen krijgen. Nou, ik zit dus bij een van de Nederlanders die dit mag testen. En ik vind het super tof. Het voordeel is ook, stel je gaat een dagje naar het strand, je hoeft hem niet mee te nemen. Je kan hem er gewoon afhalen. En thuis laten en dan 's avonds er weer op doen als je thuis bent. En volgens mij heb ik genoeg informatie verteld. Heb je nog vragen? Laat het beneden weten in de comments. Dan probeer ik ze allemaal te beantwoorden zover ik kan. In ieder geval, vond je deze video nou leuk? Laat een blauw duimpje omhoog achter.